Er zijn ook mensen op de snelweg die daar niks te zoeken hebben. Zullen we er eens een paar doornemen? Categorie 1, bumperklevers. Bumperklevers, dames en heren. Ik zeg het, je moet daar geen pardon mee hebben. Bumperklevers, als u een bumperklever heeft, dames en heren. Ik heb een prima remedie. Nooit remmen, moet je niet doen. Trek je handrem aan. Dan zien ze je remlichten namelijk niet. En dan moet je wel in je achteruitkijkspiegel kijken, want dat gezicht van die gozer als die door zijn eigen vooruit vliegt. Hé hey jongens, weet je wat Kobe afgelopen dinsdagavond tegen mij zegt, Kobe? Ze zegt, joh, schat, we zijn volgende maand 20 jaar getrouwd. Hoe zullen we dat vieren? Ik zeg, we dachten even 2 minuten stilte. ...52% van de Nederlanders is te dik en dat aantal groeit explosief. Ja, ik heb er zelf ook een beetje last van. Ja, je ziet het niet door die kleren, zie je het niet hoor. Maar... Pas. En toen las ik onlangs, dat is ook niet lang geleden, las ik in de Flair. En er stond een artikel in van hoe kan je calorieën verbranden. En toen stond er dat als je een goede sekspartij hebt, een goede vrijpartij, dan verbrand je 1000 calorieën. Ja, dus ik ben naar mijn vriendin gegaan. Ik zeg, schat, luister, ik heb een probleem, je moet me helpen. Ik zeg, ik wil afvallen. He? En dus ik leg uit, sekspartij, vrijpartij, weet je wel, 1000 calorieën. Ik denk, ik word gelijk de hoek in geschopt. Zegt ze ineens, nee, dat vind ik een goed idee. Ik zeg, hoe bedoel je? Ze zegt, nou, seks. Ik zeg, wat gaan we doen dan? Ze zegt, dan gaan we doktertje spelen. 3 uur lang. Nou, dat was geen succes. Ik heb 2 uur en 55 minuten in de wachtkamer gezeten. Wat zal ik zien als het eindelijk zover is? Zie ik het licht of alleen maar duisternis? Zal ik berusten of juist vechten? Laat ik het gaan of blijf ik hechten aan een leven dat er bijna niet meer is? Waar ga ik heen als alles is volbracht? Wat zal ik dromen in mijn allerlaatste nacht? Zal het dan toch het beste zijn dat ik gewoon verdwijn? Of is er een plek waar ik nog word verwacht? Vrouwen zijn slimmer dan mannen, wist u dat? Ja, dat is geen geintje, dat is... Nee, dat meen ik serieus. Dat is onderzoek geweest. En dat heb ik gelezen in een medisch tijdschrift. Dat heet The Lancet. Het is een Engels medisch tijdschrift. Ze hebben DNA van mannen en vrouwen vergeleken. Dat is geen geintje. Vrouwen zijn slimmer dan mannen. Omdat ze in hun DNA een gen hebben zitten. Ik denk dat het een heel klein dingetje is. Daarom sta ik zo. Een heel klein dingetje. Een gen. Waardoor ze per definitie slimmer zijn dan mannen. Scherper kunnen nadenken. Een beter analytisch denkvermogen hebben. Sterker ontwikkeld empathisch vermogen. Kunnen zich beter inleven. Scherper, sneller, slimmer. Vrouwen zijn slimmer, empirisch bewezen, dan mannen. Klopt dat, vrouwen, of niet? Is gewoon zo. Het is gewoon zo. Hey. Ik hoef alleen maar naar jou te wijzen. Het bewijs zit voor me, dames en heren. Vrouwen zijn slimmer dan mannen, wist je dat? Vraag jij je nou nooit af hoe je leven eruit zou hebben gezien als je wel genoeg zuurstof bij je geboorte had gehad? Je hebt gelijk. Het is bewezen, dames en heren, vrouwen zijn slimmer dan mannen. Sterker nog, van mannen was hetzelfde onderzoek, dat vond ik wel wat minder, hebben ze mannen ook hersenstructuur onderzocht. En mannen hebben een hersenstructuur die overeenkomt met die van een koe. En toch, stel nou voor een rare conclusie. Wat vinden de mannen daarvan? Wat vind je ervan? Je bent niet de enige, vriend.